Gelieve jullie horloges, uurwerken nu op 22 uur en 12 te zetten. Terugdraaien naar 22 uur 12, dan zitten we terug op schema. Voilà, druk. Tijd voor sfeer. We gaan de sfeer verplicht versneld moeten insteken. Daarnet was er iemand die super traag aan het praten was. Dat heeft heel de show uitgetrokken. Dus nu denk ik dat het moment is om vooral snel te gaan. Snel ambiance te creëren. Hop, hop, hop. Iedereen blij. En dus dat enthousiasme mag ook gewoon niet... Dat moet niet oprecht zijn. Gewoon vals enthousiasme is perfect. Oké? Okay? We doen gewoon vals enthousiasme. Ja, klein applausje. Ja, klein. Ja, doe maar. Ja. Stop. Te veel. Gewoon enthousiasme, vals. Ja, het was goed. Ja, het was goed. We hebben ervan rol. Tot vanavond. Drie keer. Ah, salut, mis. Tada, tada. Goeie vastenavond. Ja, zeker. Ah. Voilà. Moest jij vijf vrienden hebben? Je zou een groep kunnen mee. Ja, handjes in de lucht. Allemaal in de lucht. We gaan met die handjes draaien. Dat is goed. Het is hier warm. Niet te hoog, de geurhitter. Maar wel zo draaien dat je kunt zien dat je de leeftijd kunt afleiden van de... Oké, zijn we klaar? Hand in de lucht. Ja, zeker. Klaar, enthousiasme, vals. Doe dat licht aan van boven, ik zie ze niet. Ah. Oh, dat is te veel. Ja. In de lucht. Nee, doe maar brand. Doe het licht branden, ik zie ze niet. In de lucht. Op de rug! In de lucht! Op de rug! Op de rug! In de lucht! We zijn vertrokken! Vals enthousiasme, ja zeker! We hebben geen tijd om te beginnen.
un petit tour, un petit jour, un petit jour. Er woont een Nederlander en een Belg op de grens. Ah ja, de Belg dan aan de Belgische kant, de Nederlander aan de Nederlandse kant. En die Belg vraagt, hey Nederlander, ben jij echt zo gierig? Nou niet, zegt hij. Ik ben niet gierig, ik ben gewoon zuinig. Hoe bedoel je zuinig? Vraagt de Belg, zegt de Nederlander. Wel, bijvoorbeeld, vorige week kocht ik een verrekijker. En ik had keuze tussen een van 20 euro of 80 euro. Ha, en welke heb je gekozen? Wel, die van 20 euro. En toch zag ik perfect hoe jij je vrouw naaide op de keukentafel. Zegt die Belg, je had beter die van 80 gekocht. Je had kunnen zien dat het de jouwe was. Ze hadden me gezegd dat het net de humor moest zijn. Dus ik wil illustreren, bij naaien heb ik het wel degelijk over het plaatsen van een naald in een mooi laken en het toenaaien van een gat in de broek. Goed zo. Ja, dat je niet denkt, want het was jullie vieze geest die er iets anders van maakte. Goed zo. Wij gaan nog eentje ambiance, een klein beetje ambiance. Een klein Frans nummer, omdat Frans duidelijk jullie taal is. Ik heb dat daar net gehoord. Het heet Crème Brûlée. En de bedoeling is om zo hard mogelijk met je armen te zwaaien, zodanig dat uw arm uit de kom is. Dan... dan kan je er soep in schenken. Lekker. Voor op vastelavond. Soep uit mijn kom. Lekker. C'est tout le titre, un peu d'enfer du corps et de l'âme. Et il va se croire, la tête des lacs du corps, c'est l'heure des morts, du corps et de l'âme. Ja, het is gedaan eigenlijk, ja. Nog een liedje of 3, 4 en dan is het gedaan. Dus we moeten nog een beetje doseren. Het is even doorbij. Het is niet als we een avond in een avond enthousiast zet, het is moeilijk geworden tegenwoordig. Hé? Moeilijk, hè? Enthousiasme. Hé? 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 Ja, Stefan! Moeilijk geworden, hè? Ja, Stefan!
Nee, hier. Jij hebt toch veel enthousiasme, hè? Dat is waar. Ja, jij bent ook bijna aan het eind van je leven, hè? Ja, dat is waar. Ja, maar ja, we zijn blij dat je nog maar 8 bent. Dat is humor, hè? Jongens, humor is een moeilijk vak. Nee, ja, kijk, de tijd zit erop. Wij gaan onder luid gejoel van jullie enthousiasme af. En wacht, wacht. Wij willen echt zo afstappen met zo la, 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 la. Wacht. Ik ga het teken geven, oké? Okay? Jongens, stop. Nee, wacht niet. Net de humor. Net de humor. Ik heb het gezegd. Niet aan uw ballen krabben, Stefan. Dat is niet proper. Ze zijn daar hier vinden. Hier is dat niet zo. Hier hebben ze propere humor. En ik maar krab met alles. Nou ja, dat zijn vuile ziektes, hè. Lini! Op mijn teken. En dus, het begint stil. La, 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 la. En dan, als wij afgaan. Ik ken het zo. Het gevoel van dat je eigenlijk op Valentijn zou willen hebben. Maar je zit nu in een zaal. Dat gevoel moet er nu uit. Trouwbal. Dan naar dat hoogtepunt. En wij staan daar en dan. Oké. We gaan al iets meemaken, zeg hier. Echt, dat orkest gaat daar van niet van jullie en tussen. Dat gaat... Iemand is hier weer te lang aan het praten. Hè. Heb jij nu pas gezien dat ik vleurze van mijn schoen? Heb jij dat nu pas gezien? Wat doe jij hier al heel de tijd eigenlijk? Maar ja, jongens toch. Allee, het is u vergeten.